papa en mijn tijd niet gevlogd. Ik ga vandaag NOS kort filmpjes inspreken. Ik ben de afgelopen dagen een beetje ziekig geweest. Dus ik heb nog wel een beetje keelpijn nu, maar dat heb ik steeds als ik wakker word. Dus ik ga zo eventjes gelijk ibuprofen nemen. 2. Om 10 uur komt mijn taxi me ophalen. Dus ja, ik ga me gewoon even klaarmaken. Tenminste, ik ga eerst even ontbijten. Ibuprofen nemen. Hoorde je dat? En dan hopen dat mijn keelpijn weg is. Zo, ik heb me gedoucht en klaargemaakt. Ik heb dit aan. Ik doe nog even een jasje overheen. Ik moet zeggen, ik voel me nog niet helemaal top. Maar daarom is het super fijn dat ik een taxi me kan ophalen. Want dan hoef ik niet met het OV en dat scheelt al heel erg veel als je niet lekker voelt. Ik moet even sokken zoeken. Ik kan nergens enkel sokjes vinden. Moet ik echt weer echt nieuwe sokken halen, want ik krijg allemaal gaten in mijn sokken. En altijd als ik een gat in mijn sok heb, dan gooi ik die sok gelijk weg. Ik kan het zo niet handelen om een gat in mijn sok te hebben. Oké, zoeken. Ik heb wel allemaal lange sokken gevonden, maar ja. Yes. Oké, waar kan ik deze neerzetten? Sokjes. Als er een gat in zit, dan ga ik dood. Even kijken wat voor tas ik meeneem. Kijken of ik dit een leuke oudje vind. Ja, dit vind ik leuk. Ja, of met een zwarte broek. Ik weet niet, ik vind het zo. Vind ik het wel een soort van speels of zo. Ik weet niet of dat logisch klinkt. Maar misschien is het met een zwarte broek nog even wat leuker. Ik doe van een zwarte broek. Zo, ik heb hem helemaal klaargemaakt. Ik heb mijn kettingjes om mijn oorbellen in. En ik hoef eigenlijk niet meer zorgen voor mee te nemen. De taxi komt over ongeveer 7 minuutjes. Ik heb trouwens een nieuw hoesje. Deze had Pamela ook bij AliExpress besteld. En heb ik het ook gedaan. Echt een naaper. Kijk, dit is trouwens wel een leuk filmpje. Hoi, ik ben Lila van Mergen. En vandaag horen jullie mijn stem onder de nieuwsvideo's bij NOS Kort op Famous Friday. Superleuk! Dus, en het leuke is dat ik het, zeg maar, als allereerste Famous People NOS Kort heb mogen inspreken. Ik twijfel trouwens echt op deze schoenen aan, nou, echt pijn aan mijn benen, maar ik vind het altijd wel mooi om een beetje classy erbij te lopen. Maar, ja, ik hoor mezelf niet zo goed. Wacht, misschien zitten mijn oren dicht. Zo, mijn oren zaten echt dicht. Ja, mijn haar is trouwens anders. Ik weet niet of je het hebt gezien. Ik heb het hier wel eens laten doen. Oké, ik heb alles ingepakt. Ik hoef niet zoveel mee te nemen. Ik weet niet of ik dat net ook zei. Maar dat is het fijne aan dat je niet met OV hoeft. Oké, nu poppen mijn oren de hele tijd. Super chill. Ik ben benieuwd hoe laat de taxi. Of die echt om 10 uur komt. Want ik ga wel eens met de regio-taxi. Niet meer altijd te vroeg of te laat. Of... is al veel te vroeg. Ik ben klaar. Dus ik ga zo. Ik vind mijn haar best wel mooi nu zo. Het is niet meer zo teringblond. Ja, ik heb er zin in. Ik vind het leuk dat ik nu ook al wel weet hoe het moet. Ja. Verder wat ik vandaag ga doen. Is om 3 uur een... Ik moet zo even. Op Milo. Wat ik verder vandaag ga doen is een dekenkist halen. Dus gewoon een hele grote kist. Waar je spullen in kan doen. In Ermelo. Dat is eentje uit de Koude Oorlog. En ja, vind ik heel mooi. Is echt een beetje retro. Voor mijn kamer.
naast mijn bed, zeg maar. Ik heb mijn kamer weer veranderd. En vanavond komt er een gast die blijft slapen. En daar ga ik verder niks over zeggen. Daar ligt oud kippenvlees in de supermarkt. Britse journalisten kwamen erachter dat de grootste kippenvleesleverancier van het land rotzooide met het vlees. Die mengde oud vlees met vers vlees en sjoemelde met de houdbaarheidsdata. Stotterde een beetje in het tweede zinnetje volgens mij. Maar... Nee, volgens mij helemaal niet. Een heel klein beetje, maar verder was hij wel echt heel goed rustig. Ik zou nog even zeggen van die mengde oud vlees met vers vlees, dat je het nog een keer... Goed nieuws als je uit Amsterdam komt en van bordspelletjes houdt. Er komt namelijk een volledig Amsterdamse versie van Monopoly. Dat is een populair spel. Nee, ik moet daar een soort van punt zetten, maar dan... Dat is een populair spel. Toch? Ja, je kan het een beetje doorlezen. Je kan zeggen dat is een populair spel van de originele versie. Werden wereldwijd meer dan... Kan wel een beetje bij elkaar horen. Ja, oké. Goed nieuws als je uit Amsterdam komt en van bordspelletjes houdt. Er komt namelijk een volledig Amsterdamse versie van Monopoly. Dat is een populair spel. Elke keer stop ik daar of zo. Nou, dus lees hem even door helemaal tot het einde. En dan wil je hem daarna helemaal in het... pak hem eens op vanaf dat is een populair spel. Ja. Het is ook niet gek, want het is heel moeilijk als het niet goed op papier staat en je moet ertussen. Dan gaan je ogen ook iets anders doen. Dus het is helemaal niet gek dat een paar keer misgaat. Gewoon van dat is een populair spel. Ja, dat probeert daar eens. Dat is een populair spel. Van de originele versie werden wereldwijd meer dan drie... Oké, opnieuw. Van New York... Met een raket van New York naar Shanghai in een half uur, volgens het Amerikaanse bedrijf SpaceX, is het mogelijk. Topman Elon Musk wil raketten gaan gebruiken voor het reizen op aarde. Zo kan je dus binnen een uur naar elke plek op de planeet... Met een raket van New York naar Shanghai in een half uur, volgens het Amerikaanse bedrijf SpaceX, is het mogelijk. Topman Elon Musk wil raketten gaan gebruiken voor het reizen op aarde. Zo kan je dus binnen een uur naar elke plek op de planeet reizen. Ik zei planeet. Oh ja, doe je hem nog een keer. En ik zou nog meer zeggen, van kun je dus binnen een... Voor de fun. Ja. Ja, oké. Goed nieuws als je uit Amsterdam komt en van bordspelletjes houdt. Er komt namelijk een volledig Amsterdamse versie van Monopoly. Dat is een populair spel. Van de originele versie werd wereldwijd meer dan 300 miljoen exemplaren verkocht. Nog één keer, want die was namelijk heel goed, maar er zat één klein... Ja, ik zei Bert in plaats precies, van Bert. Ja. Wil je nog één keertje? Ik dacht dat, nee. Your finest hour was dit. Goed nieuws als je uit Amsterdam komt en van bordspelletjes houdt. Er komt namelijk een volledig Amsterdamse versie van Monopoly. Dat is een populair spel. Van de originele versie werden wereldwijd meer dan 300 exemplaren verkocht. Ik zet 300. Pak je hem nog eens even op bij dat is een populair spel. Dat is een populair spel. Van de originele versie werden wereldwijd meer dan 300 miljoen exemplaren verkocht. Yes. Oké. Okay. De burgemeester van Utrecht heeft een optreden van Boef verboden. Hij zou eigenlijk morgenmiddag optreden in een schoenenwinkel, maar dat gaat dus niet door. Volgens de burgemeester is de winkel te klein voor het verwachte aantal fans en er was geen vergunning aangevraagd. Je bent vies, maar ik doe gemeen. Geschrokken reacties uit Groot-Brittannië. Daar ligt oud kippenvlees in de supermarkt. Britse journalisten kwamen erachter dat de grootste kippenvleesleverancier van het land rotzooide met het vlees. Die mengde oud vlees met vers vlees en sjoemelde met de houdbaarheidsdata. Goed nieuws als je uit Amsterdam komt en van bordspelletjes houdt. Er komt namelijk een volledig Amsterdamse versie van Monopoly. Dat is een populair spel. Van de originele versie werden wereldwijd meer dan 300 miljoen exemplaren verkocht. Als je komende winter op de skipiste valt en je been breekt, kun je een gipsvlucht wel vergeten. De Oostenrijkse vliegtuigmaatschappij, die normaal gesproken de speciale vluchten regelt, stopt er namelijk mee. Het wordt te duur en dus moet er naar een andere oplossing worden gezocht. Met een raket van New York naar Shanghai in een half uur, volgens het Amerikaanse bedrijf SpaceX, is het mogelijk. Topman Elon Musk wil raketten gaan gebruiken voor het reizen op aarde. Zo kan je dus binnen een uur naar elke plek op de planeet reizen. Op dit moment is het bedrijf bezig met de ontwikkelingen ervan. Oké, ga je niet mee in de studio? Ja, ik ga best mee. Voor 2 uur. Ik ben nu eens bij NOS. Oké, wat wordt hier altijd opgenomen? Hier heb je altijd de dagjournaals. En de dagjournaals die beginnen volgens mij al heel vroeg, 6:30 uit mijn hoofd.
En dat gaat dan door tot met een uur of vijf zo in de namiddag. En er komt dus elke uur een journaal vandaan op NPO 1. En dan staat de presentator hier en hier schermpjes met de draaiboeken. Zijn de schermpjes aan? Nee. Wel. Jawel, die zijn wel aan. Kijk, daar, ze spieken gewoon, jongens. Ja, precies. Oortjes waarmee dan de regisseur er kan praten met zo'n eindredacteur. Top. En heel veel camera's. Dit zien mensen nooit dan ook, hè? Nee. En dat gebeurt allemaal automatisch. Het zijn allemaal soort van robots. Ja, want hier staat dan nooit iemand bij, eigenlijk. Nee. Dus eigenlijk zit je gewoon in je eigen hockey dan. Ja. Best chill. Je eigen hockey. Dank, ik heb nog een camera. Nou, dit is de eerste studio, jongens. Er zijn hier wel heel erg veel, dus... Heel donker. Kijk nou, jongens. En wat doen ze hier precies? Hier wordt alles geschakeld, alle beelden. Dit zijn allemaal verschillende camera's, althans de meeste schermen, althans heel veel van de schermen. En dan wordt hier op knopjes gedrukt. En de camera's die dan worden geschakeld, die zie je dan bij jou op tv. Zo cool. Nice. Het ziet er zo... Ik weet ook niet zo goed wat ik film. Want als je op tv zit, dan ziet het er heel anders uit. Kijk, heel vaak zie je... deze hoek zie je. Vaak. Ja. Maar het ook wel grappig is, je dat kan ook dingen naar beneden zakken. Bijvoorbeeld dat bruine ding daar. Dat kan dan naar beneden en dat kan dan precies hiervoor zakken. En dan heb je weer net iets anders decor. Wat grappig. En het tv-scherm ook daar weer. Of zakken ze die niet naar beneden? Nee, volgens mij die niet. Volgens mij zal die voor de presentatoren. Om te kijken wat op tv. Oh ja, want hij is ook niet zo erg mooi. Nee. En hier hangen ook weer allemaal dingetjes. Ja. Kijk jongens, hier worden ze allemaal opgemaakt. Ja. Dit ziet er nog weer vet fancy uit altijd. Zo, ik ben weer thuisgebracht door de taxi en... Kijk wat binnen is. La vie est belle. Dus die ga ik even uitpakken. Ik heb even lekker twee eitjes voor mezelf gebakken met spek. En ik heb een glas water. Oorbel zit ook heel gek. Kijk, dit is beter. Oh, deze zit ook zo. Top. Nee, ik ga even... Ik hoor heel raar. Ik heb dus mijn oren gepopt en nu hoor ik mezelf heel raar. Maar ik ga eventjes Vampire Diaries kijken. En om 2:30 ga ik mijn moeder naar... Ermelo om eventjes die kist op te halen. Daar heb ik best wel veel zin in. En daarna ga ik eten koken. En dan komt er iemand langs. Dan stop ik denk ik met vloggen. Zo, we zitten. Waarom kunnen sommige vloggers dit? Dat hij dan zo staat en dat je alles ziet. We zitten in een auto. Is het auto? Zeg jij auto of auto? Auto mag ook. Auto mag ook hoor. Ja. En zeg jij paprika of paprika? Paprika. Zeg je puzzel of puzzel? Gaan we dit nu de hele tijd... Zeg je puzzel of puzzel? Ik zeg puzzel. Zeg je chips of chips? Chips? Mag chips? Mag chips? Mag chips? Maar we zitten nu in een auto en blijkbaar zeg ik wel auto. Ik dacht dat ik auto zei. Het is toch ook eigenlijk auto? Ja, dit komt uit Frans en het is auto, maar het is langzamerhand zo ingeburgerd. Zou ik dat eruit knippen? Oh, god. Ja, tuurlijk. Ik ben voor degene die trouwens zich afvragen waarom ik zo bruin ben. Allemaal moeder natuur. Ja hoor. Zonder mankie. Maar we gaan nu naar... Oh, kijk, zo kan het wel. Nu zie je me wel gewoon. Kijk, dat doen vloggers dus altijd. Maar Nou, het is niks. Ja, ik heb straks vast gekregen. Of the world, you're not in it. Wat op de wijze, wat is dit? Hallo.
We gaan die kist ophalen, dat was mijn verhaal. Oké, het is alweer een dag verder. Bijna een dag. Maar ik was de vlog vergeten af te sluiten, want kwam iemand langs. En nu ga ik dus de vlog inladen en editen. En ik vond het heel erg leuk bij de NOS. Ik ben een beetje moe en keelpijn, dus vandaar. In ieder geval bedankt voor het kijken. Ik vond het echt heel erg leuk. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om een kijkje achter de schermen te nemen. En vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken. En ik zie jullie bij de volgende video weer. En ja.